Let op, dit is een item voor mannen alleen. Wil jij als man onder de mannen zijn? Laat dan je baard een paar dagen staan en ga naar Schorum, haarsnijder en barbier. Hi, Leed. Narsing. Jij gaat me scheren, kan ik hier zitten? Ja, oké. Spannend, hè? Wel grappig, je gaat mij scheren, maar jezelf een enorme baard. Ja. Geen tijd voor, hè? Wie heeft jou dit geleerd, Leen? Ja, we hebben het eigenlijk zelf geleerd. En uit boeken. En de eerste keer dat we dat gingen doen, hebben we een vriend van ons gesproken. 4,5 uur lang. Dus die kon de dag erna gewoon helemaal niks meer zeggen. Helemaal beurs was die. De proefkonijn. De proefkonijn. Jullie knippen ook volgens mij? Ja, knip scheren. Knip. Vrouwen doen jullie niet, hè? Nee. Heel resoluut, nee. Nee, luister, ik bedoel. Ik hou wel van vrouwen. Dus ja. Ik laat daar geen misverstand over bestaan. Maar het knippen van vrouwen, dat is ook niks. De meeste vrouwen vinden ook wel een lach, hoor. Tuurlijk. Ik ben het eigenlijk wel cool dat ze een keer wel. Dus een keertje ergens naartoe kunnen laten gaan waar ze niet tussen een miljoen zilverfolie zitten. Echt, hè? En een roze kapmanteltje en Ik ben geschoren door je collega Leen. Ik moet zeggen, een waanzinnige behandeling. Ja, toch? Ja, ja jullie zijn pas 8 maanden open, heb ik begrepen. We zijn nu 8 maanden open, inderdaad. Het loopt als een trein. De mannen willen geschoren worden. Hoe komt dat? Het is een uitstervend beroep, weet je. En tegenwoordig, de kapsalons, weet je, dan heb je een vrouw ernaast zitten met zilverfolies in haar haar en wordt alleen maar op vakantie gepraat. Je hebt zo'n roze dingetje om je nek. Je voelt je daar ook niet echt man, weet je. Wij hebben hier een vrouwvrije zone, dus hier kan alles worden gezegd. Hier kun je, ja, hier kun je even jezelf wezen, weet je. Je zegt het is een uitgestorven beroep. Vroeger werd het gedaan. Zie je jezelf nu als een trendsetter? Wil je terugbrengen in deze tijd? We willen het terugbrengen in de tijd. Het is geen trend. Kijk, we horen nu natuurlijk wel van ja, je ziet precies het mensen bij jullie zijn geweest, weet je wel. Die kapsels die lijken op elkaar, maar het is in principe gewoon gelul. Die kapsels lijken op elkaar omdat ze gewoon zo strak geknipt zijn, weet je. En wat wij nu knippen, dat knippen we over 100 jaar nog steeds. We gaan niet opeens, omdat de trend verandert, gaan we hier wel blonde plukjes zetten of weet ik veel wat. Dat doen we niet, weet je wel. Dit zijn kapsels die worden al honderden jaren geknipt omdat ze werken. Als je dat terugziet op oude foto's en posters, dan zijn mannen en vrouwen nog steeds gecharmeerd van dat werk. Dat is wat we hier doen en dat blijven we ook doen. Dus ik kan me nog herinneren toen ik een jaar of 5, 6 was. Ja. Ik ben nu 36, dus dat moet zo'n 25 tot 30 jaar geleden zijn geweest. Dat mijn vader me meenam naar een barbier. Ja. Ja. En die stond echt met een jasje. En maar dat is ook, dat is grappig. Je hebt precies even oud ziek. Ja, dus en, je kent het ook uit je jeugd, ook, weet je. Ja. Ik ging met mijn vader naar de. Ik ging met mijn vader, precies. Weet je. En mijn moeder ging niet mee. Einde verhaal. Later veranderde dat wel. Toen ging mijn moeder wel mee. Maar toen gingen we inderdaad naar de kapsalon. Snap? Maar ik kan me ook herinneren dat mijn pa me meenam en het had iets speciaals, weet je wel. Als je een normale zaak inloopt, dan ruik je verf, de permanent vloeistof, weet je. Dat is wat we nu associëren. Terwijl als ik vroeger met mijn pa meeging, dan rook ik aftershave, sigaren, sigaret, weet je. Maar het waren gasten onder elkaar en dat, mij heeft het altijd geïntrigeerd. Ik kan me voorstellen, je knipt en scheert zoals het vroeger gedaan werd. Ik kan me ook voorstellen dat er producten zijn die er niet meer zijn. Of wordt alles nog... Alles, er wordt nog heel veel gemaakt. Ja, het is echt. En we zijn ook trots. Laat eens wat we zien. Hebben, dit is bijvoorbeeld de pomade die gebruikte
Elvis. Ja, we hebben ook wel, zeg maar, producten die niet meer gemaakt worden. Ja, daar zijn we dan gewoon zuinig op. Daar hebben we de laatste lading van kunnen halen. Wordt gemaakt sinds 1800 zoveel, 1890, weet je wel. Maar dat is dan nu eindelijk uit de handen genomen. Tuxedo Club. Wij hebben de laatste pot. Maar ja, dat ziet er toch briljant ja, uit. Ja, tuurlijk. Dus ik, de aftershave die ik op heb... Zo rook iemand in de jaren 40, ja, 50. Ja. Het is gewoon iets, dat verzamelen ook. Je wil op een gegeven moment elke pot hebben. Je wil gewoon alles wat maar met dat vak te maken heeft, dat wil je hebben. We hebben van vrienden dat ding gegeven, een brilcream. Nou, dat is gewoon moeilijk aan te komen. Dit is die bus daar die zo. Die zwarte, deze. Ja man, super oud ding. En dat is, maar dit dingetje, wat heb ik uit Amerika gekregen, komt uit de jaren 20. En dat hebben we dan sinds een paar dagen aan de praat gekregen. Ze komt een warm scheerschuim uit, weet je wel. Dat hebben we helemaal moeten ombouwen van 110 volt naar 120. Maar als het dan werkt, ja. Nou, dat is voor ons helemaal... omdat we weten hoe moeilijk het is om eraan te komen, dan heb je het. Ja. En dan weet je eindelijk hoe je je zeep moet maken. En als zoiets dan werkt, ja, dat is helemaal te gek. Zo vind je elke keer weer dingen. Tof, man.